en staat een lekker briesje op de ene laatste dag van het WK Laser in het Canadese Kingston. De zeilers van de Delta Lloyd kernploeg hebben dinsdag dan ook zin in. Regerend wereldkampioen Nicolas Heiner staat bij het te water laten van de boten op een 29e plek. Rutger van Schadenburg staat 26e. Drie races staan er op het programma. Voor van Schadenburg en Heiner lopen alle drie de races uit op een deceptie. Beide heren zijn in geen van de wedstrijden voorin te bekennen. Vandaag ging weer dramatisch, dus het balen. Goede hoop, goede moed vandaag de dag begonnen. Maar er is niks uitgekomen, helemaal niks. Het is vooral heel kloten om zo slecht te varen als het nu gaat. Dat is een naam wat door mijn hoofd heen gaat. In plaats van nationale selectie. Ik ben een beetje teleurgesteld over hoe ik nu hier op het water rondvaar. Heiner is ook teleurgesteld in zijn prestaties. Bij de laatste wedstrijd van de dag wordt hij zelfs gedisqualificeerd. Daar heeft hij zo de pest in dat we hem pas thuis kunnen spreken. Hoi mama. Telkens eerst kruisrak zit ik elke keer aan de verkeerde kant. En moet je elke keer comeback race varen en dat lukt enigszins. En dan de laatste wedstrijd zat ik ook de tweede kruisrak ernaast en dan lig je helemaal achteraan. En, moeilijke dag opnieuw. Voor de nationale selectie, om daar punten voor te pakken, moeten we bij de top 20 zitten. Top 20 op de WK en EK. Als je bij de top 20 zit, krijg je 1 punt, 19 is 2 punten en ga zo door. En die beide punten over de WK en EK wordt bij elkaar opgeteld. Wie het meeste aantal punten heeft, gaat daarna de spelen. Voorlopig staan we nog niet in de buurt van de top 20, dus we hebben beide nog genoeg te doen hier op het WK. En als het voor beide niet lukt hier, dan wordt de EK alles beslissen. Morgen 9 uur start, dus 8 uur gaan we de plas op en dan ze zeggen in de ochtend nog wat wind. Ze hadden gisteren al zeiden ze van de laatste dag schrijven we een soort van af, want we verwachten niet heel veel wind. En we hebben ook in trainingen gezien dat deze windrichting vaak toch wel moeilijk is om wedstrijden binnen te krijgen. Hij komt over de stad heen, plus als het warm wordt dan gaat de seabreeze tegen invechten. Volgens mij wordt het een hele moeilijke dag om te racen. Ik hoop wel dat we nog 3 potten gaan doen, maar we gaan het zien. Morgen komt de zon weer op.